Dames en heren, goede avond is het. Hartelijk welkom bij de persconferentie na de wedstrijd tussen Quick Boys en FC Volendam voor de KNVB-beker. Uitslag 1-3. Misha Salde, trainer van FC Volendam. Welkom nogmaals en van harte gefeliciteerd. Ja, ze hebben het wel eens over scoren op een lekker moment. Maar dat deden jullie vandaag wel bij uitstek, denk ik. Hè? Zo 10 seconden voor de rust. Nee, dat klopt. In een helft waar je eigenlijk denkt van, wij gaan nooit een goal maken. Maak je hem in de slotfase van de eerste helft. En ondanks dat het een hele slechte eerste helft was, is dat wel lekker de rust ingaan. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want ja, dan ga je andere plannen maken. In plaats van als je met 1-0 de rust ingaat. En met 10 man ook. Nou ja, dat klopt. In ieder geval vooral de plannen die we natuurlijk gemaakt hadden. Die moesten natuurlijk redelijk snel overboord naar de tegengoal en de rode kaart. Maar het klopt dat we in ieder geval in de rust de puntjes op de i hebben kunnen zetten met betrekking tot hoe we het wel wilden doen. Blijft het feit dat we erg ver teruggedrongen werden iedere keer de tweede helft. En dat heeft ook misschien wel te maken met de fase waarin ook wij zitten op dit moment. Ja, want voor de mensen die het niet weten, in de competitie zou het iets beter kunnen lopen met Volendam. En denk ik dat jullie dat ook gehoopt hadden. 2 punten uit 5 wedstrijden. En dan moet je hier naartoe. Eigenlijk een wedstrijd die je alleen maar kunt verliezen, denk ik, als Volendam. Dat is dan lastig. Nee, maar kijk, het moet bij ons in de competitie een stuk beter. En dan helpt uiteindelijk zo'n tweede helft. Is natuurlijk wel prettig, omdat je uiteindelijk een wedstrijd wint. En dat is al eventjes geleden, hè, in de voorbereiding was dat zo. Dus dat is prettig, dus dat kunnen we meenemen richting vrijdag. Want uiteindelijk moet je in de competitie ook natuurlijk resultaten gaan halen, dat lijkt me duidelijk. Jan, die 1-1, laten we eventjes tot het moment daarvoor hebben. Hoe zat je op de bank? Ja, eigenlijk heel trots. Want ik vind dat wij ook met 11 tegen 11 uitstekend begonnen aan de wedstrijd. Was dat de beste fase voor Quick Boys misschien? Ja, dat weet ik niet. We hadden een speelplan en in het begin kwam dat er heel goed uit. Wat resulteerde in een veldoverwicht, in kansen. Uiteindelijk de rode kaart gaf bij ons misschien wel een gevoel van hey, nu hebben we een mannetje extra. En dan moet het allemaal wel goed komen, terwijl er bij Volendam een stapje bij ging. Perspectief veranderd, hè, want met 11 tegen 10 moet je toch het spel gaan maken. Nou, dat hebben we ook geprobeerd, dat hebben we ook gedaan. En natuurlijk krijg je op een vervelend moment een doelpunt tegen. Maar goed, ook in de rust hadden we zoiets van, ja, we moeten hier iets uit kunnen halen. En ik denk ook dat we de tweede helft, het is natuurlijk altijd even kijken wat de tegenstander aanpast. En voor rust meenden we al te kunnen zien hoe ze dat wilden doen. Dus daar hebben we op ingespeeld. Ja, ook de tweede helft hebben we denk ik een overwicht gehad. Zijn we veel in de 16 meter geweest. We hebben kansen gehad. We hebben het houtwerk geraakt. 2 maal. Ja, 2 maal. En nog een aantal goede kansen gezien. Alleen het verschil zat denk ik in de effectiviteit. Hè. Een spelervatting wordt binnengekopt. En dan kun je zeggen, ja, de verdediging niet goed. Maar ja, dat is misschien ook wel de kwaliteit van de tegenstander. In ieder geval de trap was heel erg scherp voor de goal. En bij ons gaat er iets mis in de organisatie. En ik denk dat het derde schot op doel ook een goal oplevert. Ja, dan heb je meer kansen gecreëerd, je hebt meer de bal gehad, je hebt het spel gemaakt. Alleen je staat met lege handen en dat is, dat is zonde. Maar aan de andere kant ben ik heel trots op onze ploeg, omdat we er denk ik alles aan gedaan hebben. En ook bij Vlaag heel aardig gevoetbald. Dus dat kunnen we in ieder geval weer meenemen naar de toekomst. Misha, heb jij enig moment getwijfeld of jullie zouden gaan winnen vandaag? Nou, op het moment dat je 1-0 achterkomt. En dan zie je nog een goede kans op 2-0 weggehaald worden. En je komt dan met 10 man te staan. Dat klopt dat er ook wel even een momentje van twijfel komt. Van waar gaat dit naartoe? En dan klopt het dat je dan het rendement van de eerste kans, meteen een goal. Dat dan ons even in het zadel helpt. Is ook de klasse dan, denk ik. Ja, nou ja, op dat moment is dat zeker zo. En ik vind dat we daarna, de tweede helft, vind ik wel dat we als ploeg in ieder geval collectief iets hebben laten zien. Knokken, werklust. Het was nog steeds niet goed. En voetballend moet het dan ook beter, want dan kan je ook eventjes je rust pakken. Maar ik denk dat in ieder geval ze er op dat moment voor gestreden hebben. En dat was de eerste helft was dat ver te zoeken. En dat Quick Boys initiatief had. Ja, dat was ook in mijn ogen ook wel logisch. Hè. Er kwamen misschien iets wat mogelijkheden om op de snelheid eruit te komen. 1-2 momenten. Nou, dat had misschien nog wat beter gekund.
Maar al met al moet ik in de fase waarin we nu zitten ook gewoon punten, tas in, bus in en klaar. Ja. En dan naar de Graafschap komend weekend. Dat verlenging speelt bij Kozakken Boys. Dat moet goed nieuws zijn voor jullie. Nou, wij moeten ons vooral op onszelf richten en niet te veel naar andere ploegen kijken. Van de week krijg je weer een hele andere wedstrijd. Het klopt dat wij natuurlijk vandaag eigenlijk hier kun je alleen maar verliezen. En nu je wint, zegt hij van ja, nou, oké, dat is logisch, dat moet ook. Nou, dat vind ik ook. Gelukkig is dat gelukt. De Graafschap zal een andere wedstrijd zijn. Maar ik hoop dat we hier vandaan weer wat moed geput hebben voor de komende week. En dat we het ook de Graafschap lastig gaan maken. Moed geput voor de komende week, ondanks het verlies, denk ik, Jan. Quick Boys ook wel. Ja, als ik kijk naar nogmaals hoe we vandaag wilden spelen. Wat we gebracht hebben aan in ieder geval aan houding en arbeid, maar ook qua spel. Ja, dan kunnen we daar best mee verder. En we hebben dat afgelopen zaterdag de tweede helft al ingezet. Alleen het is ook wel prettig als het op zijn tijd wat oplevert. Dat moet dan de volgende stap maar zijn. Maar, zaterdag? Ja, natuurlijk. Dan gaan we weer een nieuwe wedstrijd. En dan gaan we weer proberen om die naar ons toe te trekken. Maar ik heb wel het gevoel dat we met deze jongens op de goede weg zijn. Is dit nou zo'n slijtageslag geweest dat je zaterdag echt in een nadeel bent tegen ASWH? Dat al uitgeschakeld was voor de beker en dus niet midweek speelt? Nee, vind ik niet. Want drie hele dagen rust ertussen is genoeg om te herstellen of je nou wel of niet speelt. Kijk, van zaterdag naar nu was een kortere tijd. En ook een dag minder dan Volendam. Die hadden natuurlijk vrijdag al gespeeld. Dus daar waren we niet in het voordeel, zullen we maar zeggen. Maar nogmaals, op het veld was daar niks van te zien. Het zit ook voor een heel groot deel in je hoofd. En als je jezelf gaat aanpraten dat je moe bent, dan ben je ook moe. Maar na zaterdag toe zijn wij weer hersteld. Dat weet ik 100% zeker. Heel goed. Ik dank jullie allebei en succes in de volgende ronde. Dank.